loop, gek. Maurice Dijkhuizen, ik wil graag eruit, alsjeblieft. Nee, goeie. Oh, hola. Yo. Is goed, vriend. Kom eraan. Kom maar, vriend. Ga maar lekker zitten. Hoe is het? Hoe is het, kerel? Goed, joh. Dat is goed? Lekker. Mooi. Zo, je was snel terug. Even gezicht laten zien. Moest je niet eten? Nee, ik eet zo meteen thuis wel. Mama's eten is beter. Krijg je aardappels? Rijst met vlees en groene... Die groene dingen, hoe heet die? Komkommer. Ja, man. Hé, hey, ik heb voor jou wat dingen meegenomen. Ja. Mooi, man. Top. Is het van de... Zijn het alle spelers van de Excelsior? Ja, volgens mij wel, man. Mooi. Als het goed is. Is dit wedstrijdbal? Ja, man. Oh, top. Dus ga me weggeven. Ja, die kan je weggeven. Deze kan je weggeven. Wat heb je nog meer? Vloes? Vloes? Het komt eraan, hè, bij jou, Vloes. Weinig, weinig. Komt eraan, hè. Wat zijn dit dan? Kijk, dit zijn schermbeschermers. Nee. Deze heb je gezien. Nou, die mocht je nog eigenlijk niet zien. Ja. Maar schermbeschermers kan je weggeven. Van Shane Filler, zo'n naam. Kun je weggeven gewoon? Top, laat zien dan. Hoe heet die? Hoe heet dat merk? Shane Filler. Shane Filler, kijk. Ja. Top. Top, hè? Kan je... Ja, man. Dit zijn de schermschermers. Ja, gewoon zo klein. Klein? Ja. Kerel, ik dacht deze die ik nu heb. Die is nieuw. Zijn nieuw, hè? Dat is weer nieuw allemaal, hè? Die kleine schermschermers. Kerel, ik dacht deze. Zo klein. Kijk deze. Je moet jouw kop erop zetten. Ik heb. Ja? Maar ja, de kleedkamer, die gebruik ik bij wedstrijden. Maar ook met PSV-shirt al? Nee, dat nog. Is dat wat dik, man? Deze is ook mooi. Ja, kun je gebruiken voor je... Voor mijn enkel. Die past er niet op, hoor. Die enkel gaat er wel mee. Deze, die, dat is jouw... Ja, ik was een keer speler van de week en toen had ze een... Want een speciale kaart van me gemaakt op FIFA. Toen hebben ze deze naar me gestuurd. Ik dacht, dit is voor Andy. Dankjewel, man. Voor mijzelf of om ook hem weg te geven? Ja, wat jij wil, kerel, wat jij wil. Maar als ik hem dan in de kelder hang voor de muizen, gaan ze weg? Oh, godverschrikken. Godsamme, mooi, man. Hey, dankjewel. Ja, kijk dan. Voor de kijkers en... Staat niet aan als de B. Jawel, staat. Hey, mooi, man, dank je. Hey, leuk, man. We gaan zo'n persconferentie doen, hè, op Instagram, hè. Wat is dat? Persconferentie, wij. Over overstap naar PSV en hoe lang je getekend hebt, hoeveel geld je krijgt, wat je ervan vindt en zo. Godsamme, dat het... Hey, maar het is best apart. Hè? Kijk, vroeger had je echt van die grote schermbeschermers. Ja, ja. En nu, dit mag gewoon. Ja, man. Ik dacht gewoon precies deze. Ja. Ik dacht ook sokken tot onder de kuiten. Is dat lekker, hè? Is dat beter om met voetballen? Ja, ik zeg eerlijk, ik krijg niet vaak schoppen op mijn scheen, zeg maar. Nee. En die schenen zijn toch al verdoofd. Jij bent de snelle. Snel voor hen. Je bent het snelste, ben je snelste van de Eredivisie? Ik was net getagd toevallig, toen had ze daar, van snelste speler van de Eredivisie, maar ik kan wel nog sneller, hoor. Ja? Ja, hij staat nu op 34,55, maar ik tik wel makkelijk, denk ik, 36,34 tik. Maar is dat dan vroeger dat je veel van de politie moest wegrennen? Ik heb getraind, jongen, vroeger. Nee. Helemaal ja. We gaan lekker rijden, pik. Ja, toch? Waar gaan we heen? Er zit ook een stripclub hier, hè? Ja? Ben je daar wel eens geweest? Nee, nog nooit. Heb je een vrouw trouwens? Nee, geen vrouw. Vriendin? Ik ben wel op zoek naar een vrouw. Die vind jij toch wel? Nee, ja. Godsamme, je bent een knappe gozer. Je moet even eerst focussen op voetballen. En dat komt vanzelf wel. Ja. Dan kun jij me beter uitleggen, toch? Hey, wacht even hoor, want ik ben hier ingereden, moet je betalen. Ja, geen stress, ik betaal wel. Oh. Ik betaal niet, ik ben gek. Ik kom hier al heen, maar hey, wel relaxed club dit, man. Ja, top. Want mensen zijn relaxed en... hoe lang zit je hier nu? 3 jaar? Ja, het is mijn derde seizoen. Derde seizoen, ja. Ja, ja. Maar het is echt top, man. Je kan hier gewoon als jonge speler. Toen ik kwam was ik 20.
Of na 19 zelfs. Kijk dan. Je moet even op die i drukken. Hey. Waar heb je de euro? Ik ben een half uurtje binnen gek. Wat is dit? Zo wordt die club gek. Dat is niet normaal. Ja, wat moet ik doen? Je moet even op die i'tje drukken. I? Ja. Echt open gek. Maries Dijkhuis, ik wil graag eruit, alsjeblieft. Hey, goeie. Oh, hola. Nee, die kop ook. Die kop ik erop. Mooi man. Godverdorie. Ik wist niet wel een mooie aflevering. Ik zweer het je. Klakkelakkelakkelakkelakkel. Hé, maar dingen fijn dat PSV allemaal gekomen. En waarom Ajax niet? Dan is je niet goed genoeg. Ze slapen man. Jij moet ze een beetje wakker schudden. Nee, dat hoeft niet. Oh, sorry mevrouw, je had voorrang. Nee, maar het gaat wel lekker hè? Godsamme. Ja, ik mag niet klagen. Doe normaal man, je bent gewoon goed bezig toch? Jawel. Mag ook een beetje... Jawel, jawel. Ik ben wel... Het gaat wel goed, maar... Ja, er zijn nog 15 wedstrijden of zo, dus... Voor wie? Met PSV of met Excelsior? Maakt in principe niet uit. Ik moet sowieso mezelf gewoon blijven ontwikkelen en goede wedstrijden blijven spelen. En dan komen ze vanzelf, net zo hoe het nu gaat. Welk rugnummer ga je nemen bij PSV? Heb je een speciaal rugnummer? Wat je wil, 69 of zo? Nee, helemaal niet. Ik ga het hier gelijk laten. helemaal niks. Wat voor nummer heb je nu? 14. Oh, Johan Cruijff. Ja, Nee, toen ik bij Excelsior kwam, waren alle nummers al gezet. Ja. Maar 14 is een mooi nummer. Ja, gruwelijk man. Maar nu kent ook... vorig jaar kon ik 7, 10, 9 alles pakken. Maar ik zei, ik blijf gewoon bij 14. Ja, omdat het goed ging dus. Ja, maar iedereen kende me ook wel als die nummer van... Ik heb water voor je. Dank je. Iedereen kende me als Excelsior nummer 14. Ja. Dus ja, toen dacht ik van, ik hou hem gewoon en dan... Mag ik het af met natuurlijk. Ja, maar als het goed is, hoef je niet te veranderen. Nee, dat heb ik ook bij mijn vrouw. Ik heb er lang over gedaan. Ik denk 250 vrouwen. Eindelijk had ik de goede. Ja, je moet toch... ja, belangrijk. Hey, woon jij in Rotterdam ook? Nee man, IJmuiden. IJmuiden? Oh, ja. Stiek naar vis daar, of niet? In de zomer alleen. WTF, hoe kom je daar terecht? IJmuiden. Het is altijd koud daar. Oh, Rob, ik word gepijpt. Kan je me straks terugbellen? Gepijpt? Ja, ik ben gepijpt door een andere vrouw. Ik heb een vrouw in de auto nu. Dus... Oh, daar is niks mis mee. Nee. Maar dat gaat lekker door, jongen. Maar doe maar boekstap halen. Ja, alsjeblieft. 3:15. Oké, okay, doei. Doei. Dat is mijn schoonvader. Ik wil dit hond laten halen. Wil je dat zeggen? Hoor je? Gepijpt met hem. Ga maar door, jongen. Goed zo. Alleen echt niet. Die man is zo gek, jongen. Heel mooi kiel, ik zweer het. Hey, maar waar waren we dan gebleven? Want IJmuiden, oh ja, wat kom je daar terecht? Mijn ouders woonden eigenlijk, sinds dat ze in Nederland zijn, woonden ze al in IJmuiden. Oh. En eigenlijk altijd daar gebleven, maar voorheen heb ik 6 jaar in Heerenveen gewoond natuurlijk. Omdat Hoe ging dat dan? Want je was jong, je was 16. Ja, dat links. Ben je daar in... Godsamme zeg. Je blijft de hele dag bellen. Nee, mijn telefoon gaat de hele dag. Ik zweer, wat er gek van. Nee, maar ik speelde gewoon bij mijn amateurclub in IJmuiden. Zonnevogels. Mm-hmm. En toen 2 keer achter elkaar KNVB, gewoon die regionale KNVB zeg maar. Ja. En het tweede jaar kwam Heerenveen met stage. Toen ging ik daar stage lopen en toen was ik eigenlijk gelijk aangenomen. Ja. Maar hoe ging je dan? Ging je intern daar? Ja man, gastgezin. Hoe was dat? Eerste half jaar was wel lastig, want je krijgt gewoon heimwee natuurlijk. Ja. Omdat je bent gewoon gewend thuis, je moeder doet alles voor je. Uh-huh. En daar moet je gewoon bijna alles zelf doen. Alhoewel, ik moet zeggen, van gastgezin die ik was wel de... Top. Ja, was wel top. Mooi. Zeg maar. Maar goed, dat is dan wel een hele onderneming, jongen. Dat je... Ja, je moet er wel wat voor over hebben, sowieso. Maar mensen denken altijd maar dat het zo makkelijk is, dat je even denkt, dit en dat. Niet, echt nee, niet. Hè? Nee, was dat maar zo. Maar ja, je bij Heerenveen heb je 5 wedstrijden gespeeld en toen mocht je niet meer spelen. Toen, waarom was dat? Was je vervelend? Nee, ik was niet vervelend. Ze hadden in de winter hadden ze gewoon veel nieuwe spelers gehaald. Ja.
Toen zei ze tegen mij, ja, dankjewel. Nee. Je hebt je job gedaan. Nu moet je weer bij onder 21. En, maar onder 21 had geen competitie in die tijd, omdat het was corona. Oh, ja, 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 ja. En toen zei ik tegen nee man, wil ik niet, je weet toch? Nee. Ja, als je al 55 bent, het hoogste niveau. Ja, en ik deed niet slecht, zeg maar. Nee. Tenminste, dat dacht ik, maar dat, ja, dat was gewoon zo. Alleen, ja, je moet gewoon, ik wilde niet de last zijn, zeg maar, voor hen. Alleen op een gegeven moment, als je weer terug gaat naar onder 21, ja, dan ben je wel last voor hen, zeg maar. Ja. Omdat, ja, je hebt geen zin om te trainen. Nee, tuurlijk, snap ik, ja. Ja, je motivatie is anders dan dat je al op het hoogste niveau hebt gespeeld. Ja. Het is gewoon, mensen snappen dat niet. En ook, als het goed gaat, dan was iedereen je vriend. Ja. En toen het even wat minder ging, toen onder 21, toen deed ik alles verkeerd. Ja. Ja. Ja, dat krijg je altijd toch. En toen ben je maar weggegaan? Toen ja, dacht je toen, wie was de trainer toen bij Heerenveen? Eerst? Johnny Jansen. Oh ja, die kleine kale. Ja, ja toch? Ja, goeie ja. Trainer? Ja, hij heeft mij de kans gegeven toch om debut te maken. Ja, zo, dus daar heb ik wel gewoon respect voor. Ja, zeker weten. Ja. Maar daarna heeft hij je wel weggedaan. Daarna heeft hij me wel weggedaan. Ja, het is gewoon. Ja, maar ik zeg eerlijk, hij heeft me wel gewoon de kans gegeven. Zeg maar. Ja, ja, ja. Want als hij er niet was, dan. Had je het nog gehad? Ja, dan was ik nu misschien nog steeds in de buurt. Nee, natuurlijk niet. Dat, ja. Nee, maar dat talent heb je gewoon. Dus je zou er sowieso wel komen, maar hij heeft je wel die kans gegeven. Ja, sowieso. Maar ja, dat is wel jammer dan dat hij later zei van ja. Ik had er meer willen uithalen, zeg maar, bij Heerenveen. Ik ben nu wel dankbaar voor het jaar dat ik daar ben geweest. Ja. Alhoewel, laatst in de interview zei ik gewoon toen net na die wedstrijd van Heerenveen. Toen je scoorde tegen ze? Ja. Wat zei je toen? Toen zei ik van ja, ze hebben me gewoon wat snel laten gaan. En ja, ja, ja. Zo. Maar dat was gewoon uit emotie. Ik moet hem links pakken. Waar moet je heen dan? A4. Waar moet je wegbrengen? Waarheen? Je bent taxi toch? Moet je naar huis brengen? Nee, niet naar huis. Waar dan? A4. Brugrestaurant. Oh, ja, ja, ja. Oh, je gaat extra trainen nog zo dadelijk. Toch of niet? Ja, ja, tuurlijk. Is goed, man. Ja, was afspraak. Ik was het alweer vergeten, jongen. Dat was de afspraak. Oh ja, A4. Groot hoofd voor niks. Ja, alleen maar water. Spijt. Hey, maar oké, dus. Maar nu, even serieus. Want er is wel. Nu gisteren kwam er in de VI ineens. Dat jij PSV jou wil hebben en zo. Wat is dat zo? Hebben ze echt concreet interesse? Hoe sta jij erin? Even kijken. Feyenoord heeft ook interesse, heb ik gehoord. Ja, kijk, er zijn gewoon clubs nu op dit moment, dat kan je niet ontkennen, die interesse hebben. Ja. Alleen Excelsior wil me niet makkelijk laten gaan. Dus er moet wel wat gebeuren, zeg maar, als ze mij weg willen hebben. Ja. En ja. Als je mijn mening vraagt, dan weet je het zelf, denk ik ook. Ja, tuurlijk. Je bent een voetballer, je wil een stap omhoog maken natuurlijk. Ja, sowieso. Daar droom je als klein kind van, toch? Zeker. En, maar ja, deze laatste twee dagen wordt gewoon spannend voor mij. Oké. Okay. En voor de familie alleen, ik hoop dat het goed uitkomt. En als het niet zo is, dan nog maar een halfjaartje of 4 maanden knallen bij Excelsior. Ja. Maar kijk, PSV, ik weet dat Vitesse wil weg. En ik weet dat Noah Lang eigenlijk gewoon helemaal klaar is. Ja, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik wel, want die heeft waarschijnlijk gewoon heel zijn hamstring afgescheurd. Dus niet zeg maar een 2-3 weken dat hij terug is. Ja, dat is wel verrot voor hem wel. Maar goed voor jou. Kijk, de ene is dood, is de ander zijn brood. Zo is het helemaal. En PSV moet door. PSV die moet buitenspelers hebben. Ja. Dus. Nee, wat ik zeg, ik denk dat het wel gewoon een mooie stap is voor mij. Voor, ja. Voor mij, voor mijn familie, voor iedereen eigenlijk wel. Alleen, er moet wat moois van komen. Zeg maar. Tuurlijk. Maar hoe reageerden jouw 500 neefjes en broers? Iedereen belde, sms of berichten. Ik zie het. Heb je broers? Nee, ik heb 2 zussen en 1 broertje. Oké. En ook voetballen? Mijn broertje wel. Ja? Bij Dem, gewoon bij amateur. Maar wel ook snel? Een aardig niveau. Snel moe. Ja? Snel ook, of niet? Ja, volgens mij is hij best wel snel, maar niet super snel ofzo. Okay. Dus hij heeft meer van de techniek. Hè. Volgens mij is wel een betere techniek dan ik. En wat nou, als. Het is niet zo moeilijk. Maar als jij. wat nou als Feyenoord ook komt dan? Je hebt keuzes, dus 2. Is luxe probleem toch? Oeh. Wat zou jij kiezen dan?
Ja, ik weet niet. Jij bent al hier gewend in Rotterdam en zo. En Feyenoord is gewoon een mooie club ook. Maar PSV is ook een mooie club. Dus ik vind het moeilijk. Het zijn allebei mooie teams. Wat moet je doen? Traject 80. Oh, man. Deze genoeg geld. Deze auto staat op naam van mijn vrouw, dus die krijgt de boetes. Nee. Moet ik haar weer beffen voor straf en zo? Was mama? Nee, maar je, en hoe reageert de familie dan? Hoe reageert de familie op? Dat is toch geweldig? Die hebben ook alles gedaan voor jou om, om jou daar te krijgen? Ja, ja, 100%. Even kijken. Ja, ik had het eerst eigenlijk, toen er al interesse was, toen had ik eerst tegen mijn moeder gezegd en daarna tegen mijn vader. Ik zei tegen hun van, tegen niemand zeggen, houd gewoon tussen ons. En ja, 3-4 dagen daarna wist heel Nederland. Ja, zo gaat dat hè, in die wereld, jongen. Ja. Je kan niks, je kan niks voor je houden, want iedereen praat. Maar nu ook, iedereen belt hun en zo. Ja. Ik weet ook niet wat ze moeten zeggen. Nee, nee, er nee. Er is nog niks. Maar ze bellen gewoon jouw vader en moeder? Ja. Gewoon de pers en zo? Ja, niet de pers, maar gewoon familie. Familie, ja, ja, en dan weten ze niet wat ze moeten zeggen. Ja. Ja. En hoe reageerde jouw vader? 80, niet 60 kilo. Ja, maar hij rijdt automatisch. Dus hij haalt gewoon die afstand. Dan hoef ik niet te rijden. Goeie, man. Ja, dat heb je niet in een mini. Ik heb binnenkort bruin, of kan ik deze auto niet lenen? Tuurlijk. Ik kan al die 500 man erin. Moet ik links aanhouden? Nee, gewoon rechtop. Ah, oké. Okay. Klaar. Maar, ja, hoe reageerde jouw vader? Is die nuchter of zo? Die, oh, laat hem maar eerst zijn best doen. Nee, ja, mijn vader weet natuurlijk wat voor stap dit is en wat ik daar allemaal voor heb gedaan. En hij heeft daar ook super veel voor gedaan. Ja, tuurlijk. In die tijden dat ik bij Heerenveen zat, reed hij me wel elke keer heen en weer. Zeg maar. Soms om 5 uur in de ochtend moesten we naar daar ook. Ah, mooi. Ik zei, het is gewoon gruwelijk. Geweldig. Dus het is ook gewoon een soort verdienst aan hem toe. Tuurlijk, 100%. Hij heeft ook alles gegeven voor jou, omdat dat jij kon slagen. Ja, daarom. En ja, dat betaalt zich terug, ook al is het niet officieel nog. Of, er is nog niks. Nee. De inkt is nog niet gedroogd, zeg maar. Maar jongen, kom wel goed. Dat zijn zoon in de picture staat en dat iedereen over hem praat. Tuurlijk, dat vindt mooi. Hey, maar ik was net daarbij met Al Yacoubi, was ik even binnen en zo. Hè. Ja. Zei die hele tijd tegen mij dat. Wat is jouw bijnaam? Soetje. Hij noemt me Soetje. Ja, Soetje. Ja, Soetje. Ja. Maar hij zegt dat jij de hele tijd met hem in de sauna wil. We hebben een nieuwe sauna. Bij Excelsior, maar echt gewoon voor 2 personen. Ja, daarom weer in sauna. Kom. Met de rest. Ik zeg, kom gewoon, zeg. Kom, schat. Nou, hij is een goede jongen, echt. Ja, hij is. Als hij niet daar was bij Excelsior, dan had ze denk ik ook al weggestuurd bij Excelsior. Ja, ja, misschien. Ja, weet je, nee, maar kijk. Nee, maar hij komt wel gewoon. Hij neemt het wel altijd van me op. Kijk, weet je wat het is? Ik kan niet heel goed praten, zeg maar. Dus nee, dat zie ik, ja. Ik kan niet goed praten met trainers en zo. Oh. Dus ik hou liever van daden en geen woorden. Ja, ja, gewoon voetballen en interviews en zo vind je ook niet leuk en zo. Ja. Zo, het gaat wel steeds beter, zeg maar. Ja, ja. Maar het is nog steeds niet mijn sterkste. In het begin ging je stotteren en zo, was je bang voor de camera. Ja, dat was echt zo. Was echt? Ja. Echt? Ja. Waarom? Ja, ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik moet snel reageren toch? En dan moet je snel nadenken. Na de coronaperiode, mijn hersenen werken nog niet zo goed. Hey, maar nu, even wat anders. Je hebt voor Marokko al gespeeld, hè? Onder 23. Ja, heb je die. Wat was dat, Afrika Cup? Onder 23, ja. Ja. En nu? Wat nu als je naar PSV gaat en dan Nederland zelf toch komt? Wat zou je dan doen? Ik zeg eerlijk, ik hou gewoon alles open. Ik zeg niet. Iets dekkers. Dat is mijn andere telefoon. Godverdomme. Zo, ik zeg dit. Weet je vrouw dat je 2 telefoons hebt? Tuurlijk. Ik heb er 3, dat weet ze niet. Ik kan nu gewoon passen. Ja, nee, maar ik heb geen haast, anders zijn we zo daar. Maar hoe was dat, Marokkaanse team? Ja, gruwelijk, man. Mooi. Was echt, ik had eerst 2 keer stage, maar ze zetten me altijd op linksback of rechtsback daarop. Waarom? Dus, ja, die trainer zegt tegen mij van ja, ik zie meer een back in jou. Dus dan ga je maar, zet je me op de keeper en neem me gewoon mee, weet je. En mooi. Ja, toen heb ik daar 2 stages gewoon als back gespeeld. En ja, niet, gewoon wel aardig gedaan, zeg maar. Ja. Niet mijn beste wedstrijd gespeeld, maar gewoon aardig. En toen Afrika Cup, ik was op vakantie naar Dubai. Ja. Had hij me gebeld en hij zegt van ja, ik wil je er graag bij hebben en zo. Toen waren ze al begonnen? Nee, ze waren nog niet begonnen. Okay. Was misschien een weekje voordat ze gingen beginnen. Ja. Maar hij zegt tegen mij, maar ik wil je wel meenemen als back. Wie was die trainer? Issam Sharai.
Hij woont in België. Of, nou ja, hij komt van België. Mm. Hij woont momenteel in Marokko. Vandaar dat hij jou rechtsback zet en linksback. Belgisch voetbal is altijd. Ja, een beetje tegenovergesteld. Ja, dat doen we. Leuk. Hey, is die gozer nou teruggekomen van AZ? Kenzo. Ja. Yeah. Ja, hij is terug. Ik zag hem en ik dacht, huh? Hij speelt bij AZ en ik zag hem verspreken. Hey, hij speelt toch bij AZ? Ja. Is hij weggegaan? Waarom is hij weggegaan? Omdat Fizz Jim ging weer terug naar Ajax. Ja. En toen hebben ze Kenzo weer teruggehaald. Omdat hij niet veel minuten kreeg bij AZ. Ja, was hij was ook verhuurd of zo aan AZ, nee? Nee, AZ is gewoon zijn eigen club. Oh, hij is verhuurd aan Excelsior. Ja, nu is hij weer verhuurd aan Excelsior. Ah. Maar wel een fijne speler hoor. Ja, hè? Ja hoor. Hij wil graag de bal hebben en zo toch. Dus is wel fijn om. Wie is nou belangrijk voor jou? Als jij speelt, zeg maar, dat je denkt, ik wil dat hij speelt, want hij geeft me altijd de bal en zo, weet je wel. Ja, Redouan. Ja? Ja, man. Ja, ik ben een beetje verliefd op hem, zie. Ja, mooi, man. Nee, is mooi. Nee. Ja, maar het is belangrijk. Hij is een soort mentor voor jou. Hij is, ja. Nou, niet alleen mentor, maar ook... Hij houdt jou op het rechte pad en zo. Ja. Je bent jong nog. Klopt. Je bent nog jong. Ja. Dus je moet daar ook, als je bij PSV gaat, moet je eentje verzoeken die ook een beetje relaxed is. Ja, die goed met jou is, die jou een beetje zo. Kijk, ik was ook een beetje gek en zo, weet je. Ja, ik had ook wel iemand nodig die even een keer zei van even normaal doen nu. Ja, dat kan. Ja, dat doet hij wel, zeg maar. Alhoewel, nu hoeft dat niet meer echt heel erg, net zoals eerst. Alleen nu, die gast is zo slim. Ik kan zoveel dingen van leren. Ja, gruwelijk. Hij is echt een gentleman, man. Ik zie het je. Ik vond het echt mooi net. Ik kreeg een kopje koffie van hem en zo. Hij zegt, ga even zitten, kom binnen. Ja, je vindt het mooi, gewoon relaxed. Ja, maar dat zo is hij ook gewoon. Ja, maar had jij nou die contractonderhandeling, had jij gezegd dat hij mee moest ook naar PSV? Ja, ik heb het wel voorgedragen alleen. Als ik hem kon meenemen, maar dat zou 100% dan? Ik had hem 100% meegenomen. 100%. Ja, hè? Maar, Hoe oud is hij? Hij is denk ik een paar dagen geleden is hij 28 geworden. Mm. Maar hij is ook, hij is pas prof sinds 21. Meen je nu? Ja. Waar heeft hij vastgezeten? Vast op school. Ja, hij is een jong, hè? Ja, hij heeft volgens mij gymnasium afgerond. Meen je? Ja, man. Ja, maar dat is goed, jongen. Dat zie je niet. Veel spelers hebben dat niet. Ja, maar vooral ook als Marokkaan zijnde, wat hij vertelde. Hij zegt, ik was op school, hè. Het was geen één Marokkaan. Ik was gewoon als enige. Echt? Ja, ik gruwelijk. Hoe kan dat dan? Wat, hebben ze daar geen interesse? Hij zat op christelijke gymnasium. Hey, hoeveel assists heb je nu dit seizoen? Ik tel er 4, maar ik telt er 3, maar 4. Wie? Kijk, ik had is een die voorzet. Veranderd? Nee, ik had een voorzet op Agrafiotis spits. Ja? En die kopte hem tegen de speler aan. En toen ging hij erin, zeg maar. Telde dat als eigen goal. Ja, dat staat helemaal nergens. Nee, dus 4 goals, 4 assists. 4 goals, ja? Ja. Moet dat verbeteren, Kors? Als buitenspeler? Nou, dit seizoen alleen. Ja. Het is niet echt verkeerd hoor. Maar... Nou, maar weet je wat het is ook? Je krijgt bij Excelsior krijg je misschien 2 keer kans in de wedstrijd. Ik moet misschien 60 meter dribbelen voordat ik bij de goal ben. Ja. Dat is altijd laag. Ja, tuurlijk. Dus het is gewoon lastig. Alleen dit jaar scoren we wel veel. Ja. We hebben ook goede spitsen. Die ook veel scoren, dus ja man, ik kon vorige wedstrijd weer 2 of 3 assists hebben. Maar ja, dan heb je gewoon geen geluk. En, nee, dan maken ze hem niet af. Ja, en tegen Heerenveen kon ik 2 assists hebben. Was afgelopen wedstrijd had je assist, hè? Ja, die was al vet. Die versnelling, hè? Ja, ik moest mezelf laten zien zodat ik hier in de auto kon zitten. Weet je nou wel, want ik via TikTok heeft iemand tegen mij gezegd. Ja. Je moet 3 hoesje in de auto doen. Ik zeg, 3 hoes? Ja, 3 hoes. En weet je al, hij zegt, het is mijn neef. Maar ja, je hebt er 500, dus... Ja, ik weet wel uiteindelijk wie het is. Mm. Ik probeer dat even te pakken. Was niet jouw neef? Dus, het was wel een klein neefje van mij. Oh. Dat was leuk, Ja, maar nu zitten we hier, maar gezellig. Lekker lullen, voetbal en zo, vind ik mooi. Ja, man. Maar als jij me gewoon advies kan geven, wat zou je me advies geven dan? Ik zou, als ik jou was, zou ik PSV pakken, man. Nee, man, niet dat op de link. Oh, sorry, dat dan? Gewoon wat in de voetbalwereld. Nee, ik maar, gewoon doen wat je nu aan het doen bent. En gewoon geen gekke dingen doen. Kijk je wel eens wedstrijd van Excelsior? Ja, als ik zie wel eerlijk gewoon. Ja, maar als het tegen Ajax
PSV en Feyenoord spelen. Nee, maar jij hebt toch ook, kijk, die club, wat jij net zegt zelf, het is moeilijk omdat je ver van de goal afspeelt. Ja. Maar als je dan al zoveel goals en zoveel assists hebt, is het alleen maar een goed teken. Je moet gewoon doorgaan en laat je niet afleiden door andere gekke dingen, door mensen die in één keer wat van je willen. En weet je wel, nu komen al die zaakwaarnemertjes op je af, want ze weten, je krijgt meer geld, dus je krijgt nieuwe vrienden en zo. Die willen allemaal met jou aanpappen, omdat je dan in één keer grote speler bent. Dus als je dat gewoon lekker relaxed houdt, zo, wat je nu doet, ga zo door. Dan is er niks aan de hand. Ga ook niet, wat je zegt, want je gaat niet uit en zo. Doe niet, ga niet elke wedstrijd uit. Je mag heus wel een keer uitgaan, maar het beste is gewoon lekker trainen, herstellen. Na een wedstrijd weer lekker helemaal 100% zijn, dat je weer kan vlammen, weet je wel? Je moet nu, jongen, echt. Daar ligt ook gewoon de focus op. Ja, man. En dan ga je van, Champions League spelen. Meer, ja, mensen gaan jou nog meer zien. Ja. Oh. Dat gruwelijk. Zo, hé. Je gaat gewoon tegen mooie clubs spelen. En als jij dat een paar keer goed doet, als je je laat zien en wat je nu doet, ja, dat komt wel goed, man. Ik zeg tegen jou, als de ink niet is gedroogd, is er nog niks. Maak je niet zo druk. Ja, die komt wel goed. Ja, ja, ze moeten wat doen. Ze moeten wat doen. Ik hoop het, man. Maar ja, het kan ook zo zijn dat het niet zo is, toch? Dan moet je gewoon de knop omzetten. En wat nou als, kijk, als Excelsior zegt, maar nee. Ja. Ja, hij gaat niet weg. En jij hebt de kans om nu, want het is belangrijk, hè? Kijk, misschien nieuw seizoen. Maar weet je wat het is? Ik snap het ook wel, zeg maar, als Excelsior zijn dan. Ja, dat zeker. Nee, ja. Maar goed, als ze geld kunnen pakken, dan moeten ze gewoon geld pakken, klaar. Ja. En ze moeten jou het ook gunnen, want je hebt altijd ook voor Excelsior je best gedaan. Je bent belangrijk geweest. Dus ze moeten jou ook, dat snappen ze ook wel. Ze gaan jou eens niet tegenzitten als het echt moet en je wil echt weg, dan laat ze jou ook wel gaan, hoor. Ja, ik hoop het wel. Ja, want dit is voor jou een kans om, zeg maar... Het is ook mooi voor hun, zeg maar. Ja, ook. Maar dit is het moment voor jou, omdat... kijk, misschien zeggen ze volgend seizoen wel... Nou, we gaan toch verder kijken. Snap je? Ja. Dan hebben ze weer 6 weken de tijd om spelers te kopen. Ja. En nu voor jou, dit is het goede moment, joh. Bam, erin. Hup, PSV. Mooi club, mooi stadion. Mensen zijn top daar. Echt, jongen, echt geweldig. Je hebt daar ook gespeeld, toch? Ja, ik heb een halfjaartje gezeten. Ik was geblesseerd en ik had een jaar niet gevoetbald. Ja. En toen kwam ik daarheen omdat Rutte een vriend van mij is, Fred Rutte. En die heeft me toen naar PSV gehaald. En Lazovic ging toen naar Rusland, dus die transfermarkt was nog open. En ik had geen club, dus ze konden mij gewoon laten meedoen. Ja. Maar ik was geblesseerd, en een jaar niet gevoetbald. Ik had zo'n pens, ik had zo'n lullig glow en het was moeilijk rennen, man. Nee, maar weet je, dat zijn mooie dingen voor jou, man. Nu, dit zijn spannende tijden. Ik weet precies hoe jij je voelt, jongen, nu. Ik heb het ook meegemaakt. Ja, tuurlijk. Ja, met Inter en met Inter ging mijn zaak waarnemen in één keer. Moest hij heel snel naar Italië onderhandelen. En ze bieden nu dit. Wat denk je ervan? Ah, ik doe maar een beetje meer erbij. Ik doe maar nog een beetje meer. Ja. En toen kwam Everton en die trainer wilde me heel graag hebben en had ik gesprekken met hem. Het was ook weer mooi, want ik wilde Everton Premier League spelen en ik wilde daarna naar het WK. Daarom dacht ik van ja, weet je, ik ga naar Everton. Nou, dat was mijn doel. Ik zeg, ga daar één jaartje heen en dan laat ik me zien op het WK. En dan kan ik weer door, weet je, andere club. Maar nou, ik raakte weer geblesseerd, was ik 6 maanden eruit. En toen was ik niet meer fit genoeg voor het WK. Ben je ook snel met neuken? Geniet je wel. Of doe je brrr. Net zoals je rent zo. Brrr, als een konijn. Nee, maar jij doet niet. Je moet niet neuken, man. Neuken is slecht voor je. Fucking lekker. Maar voetbal. Ja, tuurlijk. En lees je ook wel eens? Lees? Ja, lees je? Wat is lezen? Zeg maar boek, zo met... Koran? Ik heb het laatste boek gekregen van mijn carpool maatje. Wie is dat? Ik rij altijd met Sven Nieuwpoort en Norbert Alblas. Oh. Norbert woont in Amsterdam en Sven in Beewijk, dus daarom spreek ik weer altijd. Ja, tuurlijk, ja. Maar ik heb van hem het laatste boek gekregen, alleen ik had misschien 3 bladzijden gekregen. Welke? Hoe heet dat boek? Weet je? Ja, ik weet het echt. Wow, knippen eruit. Nee, hoor, dit knippen eruit. Ja, die gozer die kan niet lezen, man. En de Koran. Koran, hè? Ja, ja. Lees je van rechts naar links of van links naar rechts?
rechts naar links. Ja, natuurlijk. Ja. Scherp. Ja, natuurlijk. Maar lezen jullie ook van rechts? Ga je die bladzijden zo doen? Ja, ja, hè? Ja. Dus naar die kant toe. Ja. Hey, maar ga je die schermers dragen of niet? Ja. Ja. Oh, godsamme, niet normaal, hè? Wat doe je ook? Extra trainen, gewoon kracht nog in je benen of niet? Nee. Hoeft niet, hè? Hoeft niet, hè? Maar ik doe meer op lichaamsgewicht, man. Ik zeg eerlijk. Dat vind ik beter. Hoe trainen met je eigen lichaam? Ja. Niet met gewichten? Nee. Maar het is opdrukken, dus met je eigen lichaam zo. Ja, ja, ja. Met eigen lichaamsgewicht. Ja, 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 ja. Dus ja, dat vooral. En Dat is zo'n beenspieren gek, dat is niet normaal. Hier rechts. Hier rechts. Meen je niet eens? Het is echt niet normaal, joh. Dit is nog aanspannen, aanspannen. Dit is mijn linkerbeen. Ja. En die middelste? Godsamme. Dan denk ik, wie de fuck is dat? Vind ik zo mooi, hè? Trof mensen goed. Ja. Even kijken. Jack's Casino, zit je daar ook wel eens? Nee. Hier? Oh. Waar staat jouw mini dan? Die komt eraan. Mijn mini komt eraan. Heb je dat ooit gehoord of niet? Nou ja, ik heb gewoon ergens. Oh, oké. Okay. Sorry, ik wist dat je boos werd. Komt die Marokkaan weer naar boven? De boys zijn ook klaar toch, dus die rijden achter ons. Gisteren reed ik en... Leuk toch? Het is toch een beetje, is ook gezellig. Ja, als je met een beetje afwisseling. Ja, gruwelijk man. Maar ook gewoon met die boys kan je gewoon goed praten. Ik leer gewoon veel van hun. Ja. En ook soms als ik gewoon twijfel met iets of zo, dan vraag ik gewoon aan hun en heb ik gewoon een goede mening. Ja, dat is toch goed? Ja man. Zo help je elkaar gewoon. Ja. Leuk man. Hey, ga je ook wel eens afspreken hier in het hotel van de Valk? Nee man bro. Welk hotel? Hotel? Dat was gezellig man. Dankjewel broer. Top.